Ubaka baka pichin kusrafu. Throw a water begging. Ano ogri. Mana fulibi kraka. Kosontu yana ngadrini. Na fidatu we beti. Na so den bijis ma fuleru no. Futeku krabasi. Da utrowe watra da ubegi. Na so adei bu kringi ala di elibi ja ala de folku di elibi na mama sramna. Pe beji tu jina nyu te nyu te nyu. Respeki kondre masra di sa kofu tiri kondre. Da de sa tiri na kondre na moi fasi. Na switi fasi. Da ala smaka feni na switi fu mama sramna. Na beji. Quanto beji. Kondre. Very grand tapu the ala family de alo boto make a sticky this white way it is sweetie put it in make you let us get sticky man this is like some boy this is like some boy o bisi camisa dai tapa sem tapu shengi ala sim Deve la camisa Deve la camisa Debe leer camisa. Zijn nog voorbeeld. Een voorbeeld. Ja, alles mag erop zijn. Alles mag. Dus we hebben hem. Mooi, kapot. Ja. Vandaag staan we stil bij de 1 juli herdenking die jaarlijks plaatsvindt. En we staan ook stil bij het feit dat het Kwaku monument is grondig is gerenoveerd. Het Kwaku monument is gerenoveerd door twee kunstenaars die dat onbaatzuchtig hebben gedaan. Ze hebben dat gedaan uit eigen middelen, eigen inspiratie. En we mogen trots zijn op meneer Rinaldo Klaas en meneer Henry Renfrum. Een andere opvallendheid is dat hij ook een mondkapje op heeft. Ja, dus dat is spontaan ontstaan vanuit Fiti Fuwini. Eigenlijk om ook te symboliseren. Hè? Als we door middel van Kwaku kunnen symboliseren en de boodschap overbrengen van het is belangrijk voor iedereen om een mondkapje op te hebben. Ik denk dat die gelegenheid is aangegrepen om dat ook te doen. Want daarvoor is kunst eigenlijk. Hè? Het gaat om educatie, het gaat om bewust maken van ons allen, zodat ons gedrag positief wordt beïnvloed.